En dat doe ik daar mee. Ja, is dat dan op? Ja, dat is zo lang zo'n optie, ja. Ja. Salazzo is known as the Turk. Supposed to be very good with a knife, but only in matters of business with some sort of reasonable complaint. His business is narcotics. His fields in Turkey where they grow the poppy. And in Sicily, he has the plans to process them into heroin. Now he needs cash, and he needs protection from the police. Ja, jongens en meisjes, kat en honden, ik check jullie na de intro. Ja, leuk dat jullie weer kijken naar deel 2 van The Godfather Let's Play. We zijn gebleven waar we de vorige keer zijn gebleven en dat is namelijk op dit drukke straatje. Jemig, hey, hallo, ben hier weer vandaag. Mooi. Oh, ik ga even met hem praten. You look like you want to talk to me. You must be the new guy. Ja, hij is in het vorige deel nog aan toegetakeld, hè. Dat hebben jullie gezien, hè. Oh, zo. There's a barber on Mott Street, protected by the Catalias. Sean will run this town and the place will be yours. You might even get a free haircut out of the deal. When you're done, talk to some of the other merchants you see. The good Corleone enforcer always starts out as a good earner. You understand? Beste kapper in Nederland, laat je haar knippen. Nou, dat ga ik dan. Oh, moet dat? Ja, ben dat ook later. Ik ga eerst even naar die Paulini. Sorry. Oh, is het hier? Oh. You foolish little man. Get your grubby hands off of you. Nou, hoe durf je? Ik wil rustig je te schilderen voor rood. Hoe durf je? Do what you say. Just don't hurt me. Nee, dat heb ik al gehoord. Dat heb ik pijn. Zo. Het niveau gestegen. Oh, ik ben een niveau gestegen. Oh, daar ben ik blij mee. Zeg niet, ik ben een niveau. Politie. Oké, okay, ik heb nou iemand aangereden. Nou, kom zeker weg. Duurt, aan de kant. Ja, dat stukje wat jullie voor de intro trouwens zagen, dat was een stukje uit The Godfather film. En wel uit deel 1. Dan denk je, wat een saaie film lijkt me dat. Vergis je niet. Dat was even een saai stukje, want ja, het enige wat ik had vrijgespeeld. Nou, het is een oude film, hij komt uit 1971 als ik het goed heb. En er komt heel veel geweld bij kijken. Vooral veel geweld, ook andere dingen, maar vooral geweld en bloed. Daar ga ik weer. Een Siciliaan kan geen verzoek afstaan. Op de bruiloft van zijn dochter. Daar moet het verzoek van Bonacera worden gehoneerd en zijn dochter gewroken. Paulichetto heeft het gemaakt bij de Corleones, werkt voor kapo Peter Clemenza. Met die bonk Marlon, eerst Italiaanse gangster in dienst van de Corleones. Dat is een mond vol. I'm looking for Paulie Gatto. Luca. Luca sends his love. So, you Luca's new errand boy? I ain't nobody's errand boy. Hey, niemand is dat, Jeff! Weet je wel, lelijke snuit. Look, Luca told us about you. So, Jeff. Busting your balls, Paulie. Right, Paulie? Thinks he's a comedian. Alsof je kiespijn is. Ik heb een beetje kiespijn. Ik heb een beetje kiespijn. Hey, okay, we're in no tea party. We got work to do. Now follow me. It's right around the corner. En hij zo stond als een rel. Zo ziet het er met uit. Oh, leuk. Het regent. Zo. Ik denk dat de enige die zo erg was toen gedaan, hoe het wel ook kan. I'll show you what to do. Nou, ik ben benieuwd voor een zinnetje zo erg. Huh? Oh, krijg ik blik voor me. Zo.
Volgens Monk en Paulie. 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 Heet je Paulie? Paulie! Het is net alsof ik last van mijn rug heb. Hallo mevrouw. Ik ben Bastio Nozel. Oh shit. Wat is die weg jullie. Rem voor je zakgeld. Oh. Hey you. Kopstoot. Kijk naar de kopstoot. She your girl or something? Hou je mond, man. Hier, je pillen. Nee, slaap me niet alsjeblieft. Nee. Oh. Waarom niet? Tot ziens. Zo, en nu? Wat moet ik hier doen? You ain't as big as Luca. Jeez, you ain't even as smart as Luca. Don't you get it? Wat ben jij een achterlijke debiel, zeg? Jij me. Kom maar op, jochie. Je zou heel de moment hebben, jongen. Maar wat is erbij? Wel, we durven geen spel. Hier. Oh, ik wist niet dat je zo sterk was. Oh. We were just having some fun. Ik denk dat ik hem, want ik weet niet of je het zag, maar daar is al een grap voor hem heen gereserveerd. Zo. Dat wist ik nog wel. Kijk, zo harteloos is de familie. En niet alleen die familie hoor, nee. Oh, dat is pijn. Oh ja. Niet eens een schaafwond. Zie je dat? Op mijn zin was het ook aan die kant. Filmpje vrijgespeeld, nee, we gaan gewoon door. En gewoon dwars door het verhaallijn. Niks verzamelen. Nee, niet specifiek op zoek naar dingetjes. Maar gewoon. You did good, just like he said. Get the hell out of here. Ik ben een eiland, hè. Ontmoet Luca op de brewery in Lido, Italië. Zeg, moet ik met dat hele stuk gaan rennen? Maar hoe ver is het eigenlijk? Nou ja, ik ga wel een stukje rennen. Nee, ik ben deze baan wel. Ja, met de vlam in de pijp, rijd naar Luki. Luca, sorry. Oh, sorry, ik heb mijn rijbewijs nog niet met ze. Excuus. Ja. Sukkel. Zo, wat was dat? Was dat mijn schoonmoeder? Sorry. Hey, Luke! Oh. Don Corleone wist dat zijn weigering om mee te doen met de salas als drugshandel een wraakzaakzie tot gevolg zou hebben. Daarom is Luca op pad gestuurd voor een afspraak met Salasso. Bruno Tatalia, onderbaas en zoon van Don Tatalia. Salasso, de Turk. Helpt de Tatalia's bij het opzetten van een drugsnetwerk. You follow me. It's for your own good. We gaan schieten! We gaan schieten! Hij is ook in de nacht geschoten! Nee, ik heb alleen gezwegen! Hey, Luca, niet achter je kijken hoor. This ain't no weapon like from your army boy days. Mom, het is echt weer opgeweer! Come on, let's see what you can do. Hey, thanks. It's a loud one. Scares away curious people. Can't be traced neither. Give that dummy a few slugs to the chest. If your target's wearing vest. Oh, that's a scouting. That's a good one to tell you, Mom. Fast kid. En dan is er pijn. Tough guy. Haha! En nou jij. Nou. Oh, dekking. Ik moet dekking zoeken. Jemig. Oeh. That's the way. Boeit. Nou,
the squeak on your ring. Ik waarschuw de politie, maar dan moet je zeker doen. Kop dicht, hou je rotkop dicht. Ik lees even wat de ondertiteling is, hè. Ja, jongens. Joekza, weet je zeker dat deze vrachtwagen kapot kan? Hij begint wel te roken. Oh. Had je dat niet even kunnen zeggen? Ik dacht dat ik hem helemaal kapot moest schieten totdat hij ontplofte. Maar nee hoor. Wat gaan we nu doen? Oh. Oh. Wacht even, ik moet mijn vader aan. We're going to Midtown and you're driving. Oh, with the questions. Ik heb helemaal geen vragen, alleen hoe komen we daar? Ik bedoel, hoe moet ik rijden? Oh, oh, sorry mensen, sorry. Rij naar de afspraak, oh jee. Oeh, even kijken, vaardigheid en wapens. Wat zal ik hem ook doen? Gezondheid is wel belangrijk. Verbeteren, en kan ik er nog eentje doen? Schieten. Zo. Ik rij alleen. Hoe kan dat een niveau gaan steuntje zijn? Ik zou er geen gewicht van. Nou, dan gaan we weer even vaardigheid omhoog doen. Laten we... Nee, gezondheid. Gezondheid is altijd goed. Don Corleone, I am honored to be asked to carry out this task for you. I will not fail. Thank you, Don Corleone. Dit kan er nogal ruim gaan toegaan, dus ik baas me wel vast, hè. Dit alleen even voordat we dit eigenlijk... Nee, je moet opletten bij je rijdt, gek! Ja, sorry, ik wil even de kijkertjes even informeren. Nou, dan mogen de kijkertjes zo even zelf bepalen wat jij. Nee, je moet opletten bij je rijdt, man. Zonder zijde, hè. Oh, sorry hoor, sorry, Ik ben er al. Slaat linksaf. Bestemming bereikt. Is het nou zo moeilijk om te rijden? Ja. Zo moeilijk. There's an alley over there. We can keep an eye on the beaten. If anything happens, get out of there fast and find Monk. Monk! Monkey! Dit gebeurt ook in de film. Spoiler. Jemig. Die gast lijkt net een aap. Hij heeft tegen een apengezicht, zag je dat? Hij heeft een apengezicht. Oh. Ja, ik was even druk aan in de concentratie. Ja, durf ik wel met mijn blote handjes aan.
Wat heb jij gedaan? Je hebt ook die baas hier vermoord. Nou zal ik jou burgen. Zo. Nou weet je hoe het voelt. En naar de schatpas. Oh shit. Ik ben ook niet deze kant op kan hoor. Oh shit. Oh shit. Dit kan nog wel vervelend worden. Ik ga even een zigzag doen. Zo. Opeens ben ik heel goed in rijden. Heel gek. Jemig. Moet je er niet in dood voelen van jezelf? Oeh. We zijn gezellig aan het stoomleden. Ik duw die politiewagen tegen een andere wagen en hij gaat meteen in de hens. Wat een slap politiewagen, hè? Oeh, dat gaat goed. Oh, 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 kut. Oh ja, je kunt mijn wagentje verdrijven. Hey, hallo. Okay. Oeh, dit zijn snelle wagens, echt waar. Hallo, blijf daar niet liggen, gek. Ga je dat wagen? Kom op. Jemig, ik ga die even liggen. Hij is zeker doodmoe. Wat? Jemig. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Oké. Ik moet natuurlijk wel uitkijken. Nee, nee. Oh, ja. Ja, die moet uitkijken. Nee, jemig, wat ben jij slecht en ga je zeg. Zeg, ga jij op je mond. Daar zie je. Zie je wat er van komt. Wat een zin van mij lijkt. Oeh, 45 seconden. Oh, gaat er geen even rennen, gaat er geen even rennen. Oh, wat spannend. Oh, 40 seconden. Oh, jij wat spannend. Oh, gaat er rennen. Oh, dit gaat rennen, makkelijk rennen hoor. Ja, en dan gaat hij voorbij. En dan gaat hij voorbij. Nee. Oh, wat een mol. Wat heeft hij mooi gerend. Wat heeft hij mooi gerend. Ja, 20 seconden, 19. Vissen voor. If you want to make the big bucks, you gotta hit a bank every once in a while. But be sure to have the cops on the take, plenty of ammo, and of course, stick a dynamite to blow the vault door. Bank overvallen kan je beter nog niet als amateur doen. Nou, Bob, hiermee, heb je het over jezelf? Zeg, heb ik jou wat gevraagd of zo? Nee, maar je had het over amateur, dus ik dacht, jij bent er waarschijnlijk heen staan. Oh, rot. Ja, jij ook. Hier, ah, pardon. Zo eens. Oh, jij hebt een rood oogje. Zo, kom zo. Hoppa. Ah, jammer, jammer. Ik stuk het tegen. Ja, dat is mij nog niet gelukt. Nou, laten we dit even winkeltje, want ik ben daar toch lekker bezig. Laten we dit winkeltje even overnemen. Hey, this ain't a library, Mac. Hey, jij moet even je mond houden, ja? Hé, hey, een knuppel. Kijk, een honkbalknuppel. Net als dat wat ik van jou vind, knuppel. Jij moet even heel snel je mond houden. Should I look for you in the obituaries? Hey,
I see your point. I'll pay. Ik zie je point. Ik punt. Ik betaal. Zo. Oelala, Lee. Lekker kontje, hoor. Hallo, jongeman. Had ik jou wat gevraagd? Nee. Hallo, jongeman. Je lijkt op hem. Nou, bedankt. Moet ik nou ergens naartoe of... Moet ik weer telefoon aan mijn mevrouw staan? Zijn ik op de telefoon? Telefoon. Nee, geen telefoon. Oké. Okay. Nou, we gaan weer de veiligheid omhoog doen. Laten we vechten doen. Ja. Doe ik ook wel eens vechten, hè? Ik denk dat ik wat zaakjes over moet nemen voordat ik verder kan gaan. Zo, poeh. Een Tatalia. De thee van Tatalia. Wat een lekker weer, meneer. Ja, wel lekker weertje. Nou, maar op. Ik zou zo met mijn bikini willen aantrekken. Hallo, meneer. Hallo, hallo. Heel slecht. Oh, nou, not this again. Kijk, jij moet even helemaal je mond houden. Get your grubby hands off of me. Hey, hou je mond. Hoppa. Ik zal hem niet verder slaan, anders is hij dood. En je moet het niet hebben! Nee, je moet het niet hebben! Nee, helemaal niet! Get your hands off me! Don't be sorry, I'm protected! Ik word beschermd! Hier krijg je spijt van! Hier gaat mee naar de politie! Wat een zeikstraal! Don't hit me! Nee, ik doe het wel op een andere manier. Oh, excuus. You're breaking all my stuff. You won't be needing this. So, you can't roll cigars if you ain't got any thumbs. Capisce? Oh, you got me. I'll pay. Mooi. En dan gaat opeens de deur open. En dan moet je heel voorzichtig zijn. Zo. Wat had je nog, hè? Oh god, ik schrok mijn dood uit dat een auto vriendje was. Nee. Munitie voor een pistool. Oeh, nee, shit. Oh shit. Oh shit. Kom over. Snel naar boven. Oh, die kleerrijk. Oh, fuck. Koud gemaakt. Nou, ik ben inderdaad koud gemaakt. Oh. En, oh. You looking for a little treatment? Zie je per zaak al om geld te verdienen. Nou. ja. Nou. Ik zou zeggen, laten we de volgende keer verder gaan met zaken afpersen. We zullen ze pakken. We zullen vernemen op die Tatalia's. Wat een stelletje honden. Jij, even rustig aan. Even rustig. Ja, jij, even rustig aan. Het was niet op minimaal. Jongens, we gaan even afsluiten. We begonnen met een filmpje en we eindigen weer met een filmpje. Tintin uit Sicilië. What the hell is this? Als ze een vis krijgen, dan betekent het altijd een van de familie slaapt bij de visjes. Dus koud is gemaakt. Ja, maar goed. we gaan verder waar we nu zijn gebleven. En dat doen we dan de volgende keer. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie ook gekeken hebben.
Nou, ze delen met je social media, je vrienden, jou dus, je klasgenoten, je collega's op het werk. Noem maar op, deel het met iedereen. En dan zien jullie de volgende keer. En ja, laat in een reactie achter of je de trilogie, of in ieder geval de eerste film van The Godfather hebt gezien. Of ja, zet wat leuks neer in een reactie, hè. En dan zeg ik jullie later.